We zijn in Denemarken en om precies te zijn in Aarhus. Hier vindt deze week het Europees kampioenschap plaats in de lezenklasse. Tijdens dit EK vechten Nicolas Heijnen en Rutger van Schadenburg een bloedstollende tweestrijd uit. Inzet het winnen van de nationale selectie voor de Olympische Spelen. De nationale selectie voor Heijnen en van Schadenburg is verdeeld over het Europees kampioenschap hier in Aarhus en het wereldkampioenschap van begin deze maand in Canada. Heijnen vinden ze daar als 19e, van Schadenburg als 26e. Zodoende begint Heijnen met een kleine maar belangrijke voorsprong op van Schadenburg. Tijdens de ontknoping van de nationale selectie op dit EK zitten beide zijdes van de Deltaloid kernploeg elkaar op de hielen. Heijnen vaart woensdag in het blauw, wat betekent dat hij tweede staat in het algemeen klassement. Van Schadenburg staat 6 punten achter zijn concurrent en bezet de 4e plek. In de twee races die woensdag worden gevaren heeft Van Schadenburg de wind goed in de zeilen. Hij wint de eerste en wordt tweede in de laatste race. De eerdere dagen ging het wel oké, maar vandaag was toch wel veruit de beste dag. En, ik denk dat na vandaag de eerste dag Goldfleet met een 2-1 ik wel aan de leiding sta. Dus is goed. Heijnen heeft woensdag te kampen met een off day. Hij finisht als 6e en als 28e. Door dit resultaat zakt hij in het algemeen klassement van de 2e naar de 3e plek. Twee keer een wat mindere start, maar wel de eerste wedstrijd goed teruggekomen. En ja, de tweede werd wel echt verkloot bij de start. En ja, dat kost me gewoon eigenlijk de wedstrijd. Ik kwam niet meer terug. Dus, dat is jammer. Ja, het is nog langer weg te gaan. Het is nog maar één dag van de Goldfleet en die dagen tellen het hard. En er komen nog twee dagen, dus ja, gaan we zien. Ik heb één aftrek gehad en dat maakt verder niet in de zin uit van ja, nu moeten gewoon 4 goede wedstrijden gevaren worden. En dat kan prima, zeker met hoe we tot nu toe gevaren hebben. En ja, die ene pot maakt verder niet uit voor de vertrouwen ofzo. Dus morgen gaan we weer een nieuwe dag.